Ik open deze zitting met gebed, verzoek de heren van onder de hoogleraren hun baret af te nemen. Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Gaat u zitten. Meneer de burgemeester, monseigneur, andere bijzondere gasten, dames en heren en uiteraard onze studenten. Goed dat jullie in grote getale zijn gekomen. Van harte welkom heet ik u bij de opening van het academisch jaar 2013-2014. Onder welk gesternte start dit nieuwe academisch jaar? Ik zou zeggen, helaas nog steeds, hoe komen we uit de crisis? Hoe komen we sterker uit de crisis? En uiteraard op ons eigen werk gericht. Welke bijdrage kan het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek leveren? En wat is het perspectief voor dat onderwijs en onderzoek voor de komende jaren? Er staat veel op het spel. Investeren in de toekomst van ons land en ruimer in de toekomst van Europa betekent investeren in onze jonge, talentvolle mensen. Die immers de leiders en ondernemers van de toekomst zijn. Talentontwikkeling is cruciaal. Investeren in hoger onderwijs dus en in onderzoek dat de basis vormt voor innovatie, technologische en sociale innovatie, die gelijk op moeten trekken. Maar helaas moet ik vaststellen dat dergelijke investeringen in Nederland achterblijven. Dat is niet goed voor onze economie, voor onze kenniseconomie. Nederland dreigt de slag te verliezen. In tal van Europese landen wordt aanzienlijk meer gedaan. Een ander punt van zorg is de Haagse regelzucht die drukt op het hoger onderwijs. In haar recente beleidsbrief Versterking bestuurskracht onderwijs breekt de minister van OCW de lans voor minder regels en minder bureaucratie. Dat klinkt goed. Maar de realiteit van dit moment is een andere. We zijn buitengewoon veel geld en tijd kwijt met rapportages, inspecties, accreditaties, visitaties en ga zo maar door. Ik zou daarom zeggen, geen woorden, maar daden. Er moet nu serieus werk worden gemaakt van de deregulering en ontbureaucratisering van het hoger onderwijs. Dat kan ons zomaar tientallen plaatsen voor nieuwe docenten en jonge onderzoekers opleveren. Zo kunnen we het verschil maken. En niet door elkaar maar voortdurend bezig te houden met verantwoording en controle. Wat mag van onszelf worden verwacht op het vlak van valorisatie? Het verzilveren van onze kennis. En wat is daarvoor nodig? En hoe kunnen we de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken? Dames en heren, we komen er niet door het aflopen van de gebaande paden. Het is tijd voor een nieuw geluid.